F-35 Lightning II is het nieuwe multi-mission gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Dit vijfde generatie gevechtsvliegtuig heeft een geavanceerder wapensysteem dan zijn voorgangers. De F-35 wordt ingezet voor verschillende missies. Het aanvallen van vijandelijke vliegbasis en vliegtuigen, luchtverdediging tegen vliegtuigen en kruisraketten, het vernietigen van vijandelijke luchtafweersystemen op de grond, het aanvallen van logistieke en communicatielijnen in vijandelijk gebied, steunverlening aan grondtroepen en het verzamelen van inlichtingen, uitvoeren van verkenningen en bewaken van gebieden. Als stealth-toestel is de F-35 moeilijk te detecteren door vijandelijke radar. Dit biedt niet alleen een groot voordeel tijdens dogfights in de lucht, maar maakt het ook makkelijker om vijandelijke stellingen en radarsystemen te ontwijken. De F-35 wordt nu uitvoerig getest en was in 2016 voor het eerst in Nederland te bewonderen. De definitieve komst van het toestel is in 2019.